Welkom. Vandaag gaan we weer kijken naar evenwichtsreacties en vandaag gaan we bespreken hoe we die evenwichtsreacties beïnvloeden. We hebben vier punten, ja, die kunnen we uiteensplitsen in vijf punten. Vijf zaken, vijf knoppen waar we aan kunnen draaien om een evenwichtsreactie naar een kant te laten verlopen die wij als scheikundige interessant vinden. We kunnen kijken naar een volumeverandering, want die zorgt voor een verschillende, voor een concentratieverandering. Daar gaan we vandaag naar kijken. We kunnen kijken naar een verandering in concentratie door een stof aan toe te voegen in het reactievat. Of door een stof weg te nemen, die weg te laten reageren. Dat zijn dus eigenlijk twee in één. We kunnen zorgen voor een veranderende temperatuur. Nou, als we de temperatuur aanpassen, dan weet je bij de evenwichtsvoorwaarden, die geldt alleen bij een bepaalde temperatuur. Dus bij een andere temperatuur heb ik een andere evenwichtsvoorwaarde en dus verschillen die concentraties ook. En we kunnen een katalysator toevoegen en die is vrij eenvoudig, want de katalysator die versnelt alleen het proces en die versnelt dus bij een bepaalde temperatuur niet de concentraties. Alleen je bereikt eerder die evenwichtstoestand. We gaan vandaag in dit filmpje, in deze scheikundeles, gaan we kijken naar een verschillende volume en hoe dat zorgt voor een verschillende concentratie. Dus laten we gaan kijken direct naar het voorbeeld. En het voorbeeld is een voorbeeld wat we al eerder hebben gedaan. Ja, ik heb een bepaalde gegeven. Het gegevens hier zijn de volgende. In een reactievat van 10 liter, we brengen 4 mol SO2 gas, 3 mol zuurstofgas. En in het evenwichtsmengsel treffen we uiteindelijk 1 mol aan SO3 gas aan. Ja, en we moeten alle drie de concentraties, daar moeten we achter komen. Nou, daar hadden we een tabel voor gemaakt. En dit is de evenwichtsreactie. In de tabel, zoals eerder aangegeven, ja, zet ik altijd de concentraties. Dus ik begin met 4 mol in 10 liter. Dus mijn concentratie is 0,40. Ja, zo ook voor mijn zuurstof. En ik begin natuurlijk niet met dat SO3, maar wat ik wel weet is dat ik heb 0,10 mol per liter aan SO3. Want ik heb 1 mol in een reactievat van 10 liter. Aan de hand daarvan kan ik met behulp van mijn molverhouding uitrekenen dat hier 0,10 mol per liter is bijgekomen. Dus moet er SO2, ja, van mijn zwaveldioxide, moet er 0,10 mol zijn weggereageerd. Daar hou ik dus 0,30 mol over. Datzelfde trucje, maar dan halveren, want 1 staat tot 2 de molverhouding. Ja, hou ik 0,25 mol per liter van mijn zuurstof over. En in een grafiek ziet er dat ongeveer zo uit. Ja. En dit is dus in eerste instantie is dit de vraag. Hè? Die heb ik hiermee beantwoord. Want stel je nou voor dat het reactievat een soort van zuiger is. En dat we in die zuiger in één keer groter maken. En dus dat we die dat reactievat in één keer van 10 liter 15 liter wordt. Nou, dan moeten we dus een nieuwe concentraties gaan uitrekenen. Want ik heb dezelfde hoeveelheid stof. Nou, ik had dus die 3 mol, 2,5 mol en 1 mol. 3 mol, 2,5 en 1 mol. Die heb ik nu niet in 10 liter zitten, maar heb ik in 15 liter zitten. Dus mijn concentraties veranderen. En dan moet ik twee dingen doen. Je ziet hier twee keer de evenwichtsvoorwaarden. Ik heb hem eerst heb ik hem ingevuld voor de eerste situatie die ik eerst had. Ja, ik heb dus mijn SO3 concentratie in het kwadraat. Ik heb mijn SO2 concentratie in het kwadraat, maar dan in de noemer. En ik heb mijn zuurstofconcentratie, die vul ik in. En mijn K-waarde, mijn evenwichtsconstante, is 0,444. Vul ik dat voor de tweede keer opnieuw in, dan zie ik, ja, dat mijn concentraties, die zijn natuurlijk anders. Ja, denk goed aan de kwadraten, dat zijn natuurlijk die coëfficiënten, die komen terug als kwadraten hier in mijn evenwichtsvoorwaarden. Dan vul ik dat opnieuw in, dan is mijn K op één keer 0,666. Dus mijn K is toegenomen. Dat is natuurlijk een raar praatje, want mijn K is een evenwichtsconstante. Die moet hetzelfde zijn bij dezelfde temperatuur. Er staat hier geen gegeven over een temperatuur. Ja, dus dan, daarmee neem ik aan dat die temperatuur hetzelfde is. En als die temperatuur hetzelfde is, dan moet ik dus van deze K, moet ik eigenlijk deze K maken. Nou, hoe kan ik dat nou doen? Je ziet hier al af en toe wat in blauw, hè, in blauw onderstreept. Als ik wil dat deze K weer afneemt richting de 0,444, dan moet ik dus mijn evenwichtsreactie verschuiven. Dan moet tijdelijk één van de twee pijlen in mijn evenwichtsreactie moet iets groter worden en de andere iets kleiner. Nou, dan moet ik even goed nadenken, ja, want dan ga ik even terug naar mijn evenwichtsvoorwaarden. Dan moet mijn teller, hè, om een kleiner getal te krijgen, moet mijn teller kleiner worden en mijn noemer iets groter.
Ja, ik hoop dat je dat kan volgen met je wiskundige inzicht. Dus mijn teller moet iets kleiner worden en mijn noemer moet iets groter worden. Mijn teller staat aan de rechterkant, ja, dat is die, SO3. En mijn noemer zijn de deeltjes aan de linkerkant, dat zijn deze. Ja, dus als mijn teller iets kleiner moet worden, dan moet de blauwe pijl, ja, dus de pijl naar links, ja, die pijl moet iets groter worden. Dus hoe we dat noemen is het evenwicht verschuift tijdelijk naar links. Ja, dus ik heb tijdelijk nog steeds een dynamisch evenwicht. Goed opletten. We hebben nog steeds een dynamisch evenwicht. Dus de reactie naar rechts gebeurt en de reactie naar links gebeurt. Alleen de reactie naar links gebeurt tijdelijk iets meer dan de reactie naar rechts. Ja, dus ze zijn niet precies even snel. Maar de reactie naar links gebeurt dus iets sneller dan de reactie naar rechts. Dus ik krijg tijdelijk iets meer SO2 en zuurstof ten koste van dat SO3. Totdat we dus op die 0,44 zijn. En dan hebben we dus een nieuw evenwicht bereikt. Ja, dus de reactie die gaat tijdelijk, die verschuift tijdelijk naar links. Dit is even lastig. Ja, die k-waardes moet je netjes uitrekenen. En als we hier nou naar kijken, dan zien we dat hier naar de linkerkant, dat daar drie deeltjes zijn. Ik heb twee SO2 deeltjes en drie gasdeeltjes aan de linkerkant van de pijl en ik heb twee gasdeeltjes aan de rechterkant van de pijl. Dit blijkt altijd zo te zijn dat bij een volumevergroting, dus vergroot ik mijn volume, dan wordt de kant bevoordeeld die de meeste gasdeeltjes heeft. Gasdeeltjes. Ja? Dus hier zijn drie gasdeeltjes, daar twee gasdeeltjes en volume vergroot. Dus ik krijg tijdelijk aan de linkerkant, ja, waar de meeste gasdeeltjes zijn, krijgen het voordeel. Dus mijn reactie verschuift naar links. Dit is echt even lastig, hier moet je echt even mee spelen. Ja? Daarmee bedoel ik dus even wat sommen maken, zodat je dit ook kan. Ja, in je boek staan vast en zeker een aantal sommen hierover. Dus ga ermee aan de slag. Ja? Lukt het niet? Heb je vragen? Ja, natuurlijk in de comments. Wie weet moet je even een stap terug doen. En je kan natuurlijk altijd subscriben en dat vind ik heel fijn. Heel veel succes!